Universiteit van Nederland. Dansende groene strepen die als kronkelende rivieren door de lucht zweven. Het Noorderlicht. Het ziet er prachtig en vredig uit. Maar wist je dat de veroorzaker van dit lichtspektakel in het verleden voor flink wat paniek zorgde? De Derde Wereldoorlog brak er bijna door uit in 1967. In de jaren 80 in Quebec, Canada, zaten miljoenen mensen uren en sommigen zelfs weken zonder stroom. The entire province had been hit by a power failure. En recent, in 2022, zijn tientallen satellieten van Elon Musk neergestort. SpaceX is set to lose up to 40 of the 49 Starlink satellites. Satellites recently launched by SpaceX to fall out of orbit. Allemaal de schuld van het fenomeen dat het mooie Noorderlicht veroorzaakt. Een zonnestorm. Jawel, dat licht in de nacht ontstaat door de zon. In deze aflevering vertellen we je wat zo'n zonnestorm is en of het ook de kracht heeft om Nederland plat te leggen. Maar ja, voordat dat ooit gebeurt, wil ik het zelf ook wel even zien, dat Noorderlicht. En we staan hier in een weiland met vrij uitzicht. Dit is aardwetenschapper en Noorderlichtjager Lennart de Groot van de Universiteit Utrecht. Hij zag het Noorderlicht al een keer in Trondheim in Noorwegen. En vandaag zijn we met hem op pad in de buurt van Utrecht, in het donker. In de hoop dat we iets van het Noorderlicht kunnen gaan zien. En er is een kans dat dit gaat lukken. Want we zitten op dit moment in Nederland in een Noorderlichtpiek. Het Noorderlicht wordt veroorzaakt door een wolk van elektromagnetisch geladen deeltjes die van de zon afkomt. Hoe vaak de zon dat doet, heeft te maken met de zonnecyclus. En één keer in de 11 jaar zit je op een maximum. Dat is nu 2024, 2025. En dat betekent dat de kans om bij ons het Noorderlicht te zien heel veel groter is. Maar ja, als je terugdenkt aan die vallende satellieten, hele provincies zonder stroom, dan klinkt zo'n piek gelijk weer een stuk minder aantrekkelijk. Lennart neemt ons mee naar de Sterrenwacht in Utrecht om te kijken naar de veroorzaker van dit alles. De zon. Met een speciale zonnetelescoop. Ja, dit is een telescoop die speciaal ingericht is om de zon goed mee te kunnen bestuderen. Op het beeld hebben we nu eigenlijk op het hele scherm de zon. En een beetje door de wolken heen zien we een aantal zonnevlekken, die donkere vlekjes aan de onderkant van de zon. En als je zulke donkere zonnevlekken ziet, dan kan dat betekenen dat er een zonnestorm aankomt. Die zonnevlekken, dat is eigenlijk de springplank voor elektromagnetisch geladen deeltjes die uit de zon willen ontsnappen. En wat gebeurt er als er veel van die deeltjes ontsnappen? Nou, die deeltjes, dat is wat de echte zonnestormen zijn. En die deeltjes komen in een wolk op de aarde af. En hoe meer van dat soort wolken, van dat soort deeltjes er op de aarde afkomen, hoe groter de kans dat je bijvoorbeeld bij ons het Noorderlicht ziet. Dus de zon spuugt wolken vol met deeltjes alle kanten op. En als de aarde net door zo'n wolk heen vliegt, dan is dus bij ons het Noorderlicht te zien. Doordat er een wolk geladen deeltjes van de zon afkomt en die botst op het aardmagneetveld. Het aardmagneetveld beschermt de aarde als een soort schild tegen die deeltjes. Dus het grootste deel van die deeltjes vliegt om de aarde heen en daar merken we niks van. Maar een heel klein deel, 5% van die deeltjes, die vliegt niet om de aarde heen, maar die volgt juist het aardmagneetveld en die komt daardoor bij de noord- en de zuidpool van het aardse magneetveld uit. Die magnetische deeltjes worden dus als het ware meegevoerd door dat magnetisch veld naar die noord- en zuidpool. En daar, hoog in de atmosfeer, botsen die geladen deeltjes op zuurstof en stikstof. En bij zo'n botsing komt een heel klein beetje licht vrij. En dat is het licht, het groene, het rode en blauwe licht dat je kunt zien. En dat is wat het Noorderlicht maakt. Is daarom dan ook het Noorderlicht vooral bij de Noord- en Zuidpool te zien? Of? Ja, dicht bij de polen. Ja. Dus Noorwegen bijvoorbeeld, noorden van Canada, Rusland. Dat zijn de gebieden waar je op het noordelijke halfrond het Noorderlicht kan zien vaak. Als er een hele grote uitbarsting van de zon is en zo'n hele grote wolk met heel veel van die deeltjes op de aarde afkomt, dan komen er extra veel van dat soort deeltjes ook wat verder weg van de polen in de atmosfeer. En dan kun je het Noorderlicht ook in Nederland goed zien. De komende tijd is de kans groot dat je ook in Nederland het licht kan zien. Het Noorderlicht was in een week tijd 2 keer te zien op de Waddeneilanden. En dat is zeldzaam, want normaal gesproken reikt het niet zo ver. Dus als we dit ook in Nederland kunnen zien, zit ook onze atmosfeer vol met die elektromagnetische deeltjes. En is er dus al sprake van een bovengemiddeld hevige zonnestorm. Als hij dan nog heviger is, dan kan hij zelfs dicht bij de evenaar te zien zijn. Zo was in 1859 het Noorderlicht zelfs in Mexico, het zuiden van Japan en in Colombia te zien. En daar merkten mensen wereldwijd iets van.
Toen was er net met heel veel moeite een telegraafkabel aangelegd. Dus een kabel waar je morsesignen doorheen kon sturen van Ierland naar Canada. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat er rechtstreekse communicatie mogelijk was tussen Europa en het Amerikaanse continent. En op het moment dat zo'n wolk van die deeltjes van de zon komt en die wolk die botst dan op het aardmagneetveld en daardoor verandert het aardmagneetveld tijdelijk. Als dat gebeurt, dan kan het invloed hebben op alles wat elektromagnetisch is op aarde. Denk bijvoorbeeld aan je radioantenne. Die pikt elektromagnetische golven op en zo kunnen die zonnedeeltjes dus ook je radio verstoren. En dat kan ook gebeuren bij een radar, een satelliet, een mobiele telefoon. In 1859 bestonden die nog niet, maar we hadden dus wel die lange telegraaflijn op de bodem van de oceaan. En die hele lange kabel die door de Atlantische Oceaan lag, is eigenlijk een hele grote antenne. Nou, als je die antenne in dat veranderende magneetveld ligt, dat zorgt ervoor dat er stroom gaat lopen door die kabel. In die kabel ging zoveel stroom lopen, die kabel doorgebrand is. En dat die kabel dus eigenlijk maar nog geen jaar gefunctioneerd heeft. En daarna moest er een nieuwe kabel aangelegd worden tussen Ierland en Canada. Toen was er natuurlijk één telegraaflijn waar schade in ontstond. Maar nu hebben we natuurlijk veel meer netwerken. En hoe afhankelijker je bent van elektriciteit, hoe groter de gevolgen zijn als het uitvalt of verstoord wordt. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Koude Oorlog. In 1967 viel opeens een radarstation, een belangrijk radarstation in Alaska uit. Waardoor het Amerikaanse leger dacht dat Rusland het radarsysteem aan het blokkeren was. En daardoor werden er al vliegtuigen in paraatheid gebracht om een eventuele aanval van Rusland af te kunnen weren. Het bleek vals alarm. Dat radarsysteem van de Amerikanen dat viel op dat moment uit door een extra hoeveelheid geladen deeltjes van een zonnestorm die op dat moment in de atmosfeer zat. Daar werden ze vrij snel voor gewaarschuwd door de meteorologische dienst van de Amerikanen zelf. Net op tijd? Of? Net op tijd, ja. De Derde Wereldoorlog werd toen op een haar na voorkomen door de meteorologische dienst. Dus de mensen die ons normaal van het weerbericht voorzien. Morgen overdag, dan zitten we met zon in het westen. Maar ook recenter zijn er voorbeelden van grote problemen, veroorzaakt door zonnestormen. In 1989 was er ook een grote zonnestorm. Toen kon je het noorderlicht zelfs tot helemaal in het zuiden van de VS kon je zien. Dus ook in Texas en Florida en Californië nog. Maar die zonnestorm was zo sterk dat hij verstoring veroorzaakte in het elektriciteitsnetwerk in Canada. There was a sudden power surge in northern Quebec, just a fraction of a second. And then, like a big circuit breaker, the whole system shut down. Nou ja, de hele stad Quebec viel uit. Dus er hebben een paar miljoen mensen hebben daar last van gehad. By the dawn's early light, Quebec was still fumbling in the dark. Caught in the middle of yet another province-wide power failure. En dat heeft in Quebec een aantal uur geduurd. Maar in sommige gebieden, in de buitengebieden, meer dan 2 weken voordat de stroom daar weer hersteld was. En in 2022 kwamen de satellieten van SpaceX in de problemen. Die zijn gelanceerd tijdens een zonnestorm. En die zonnestorm die veranderde tijdelijk in de bovenste laag van de atmosfeer de temperatuur en de dichtheid. Nou, die twee dingen die zijn heel belangrijk voor een satelliet, voor een raket eigenlijk, om in de goede baan om de aarde terecht te komen. En omdat daar dus opeens plotselinge veranderingen in waren, ging die lancering verkeerd en is die raket uiteindelijk weer verbrand in de atmosfeer. En niet lang daarna ontstond er paniek op het internet. Very large solar storm is... Ang solar superstorm ay nangyayari kap... expected in July 2025. That could bring chaos to mobile phone networks. Wipe out the internet for weeks or even months. Maar volgens Lennart zijn de elektromagnetische golven van je wifi daar minder gevoelig voor. In principe verwacht je dat die minder verstoord worden dan de frequentiebanden die in de lage spectra zitten. Over wifi hoef je niet direct in paniek te raken. Maar al die andere problemen, de bijna Derde Wereldoorlog, Quebec, satellieten, die ontstonden toch echt door hevige zonnestormen. Wij zitten nu ook weer in zo'n zonnestormenpiek. Hoe zorgelijk is dat? Op het moment dat een zonnestorm echt zo ontzettend groot is als het Carrington Event, 1859, dan is er kans op schade aan technologie, absoluut. En dan gaat het met name over impact op technologie, op elektriciteitsnetwerken. En die kun je wel beschermen, dus dat gebeurt ook. En hoe kan je die beschermen? Waar moet ik aan denken? Moeten we de stekker overal uittrekken? Nee, dat betekent dat je kunt nadenken over hoe je bepaalde systemen geaard hebt. Je kunt bepaald soort kabels gebruiken, coaxkabels, die zijn veel minder gevoelig voor storingen. Maar waar we niet zoveel tegen kunnen doen, is dat er bij zo'n zonnestorm komt er zoveel energie in de atmosfeer.
dat communicatie, draadloze communicatie, met name over lange afstanden, verhindert. Dus bijvoorbeeld het GPS-netwerk wordt tijdelijk veel minder precies. Dus bijvoorbeeld met vliegtuigen. Dus als het echt heel actief is, dan wordt soms de routes van vliegtuigen over de pool worden soms aangepast. Dus op het moment dat je van Europa naar Amerika vliegt, vlieg je vaak over Groenland. Dat is de kortste route. Maar als er een hele sterke zonnestorm verwacht wordt, dan kunnen soms die routes wat aangepast worden. Oké, als we dan teruggaan naar Nederland en naar onze beginvraag. Kan een zonnestorm nou Nederland platleggen? Het noorderlicht, of eigenlijk de dingen die het noorderlicht veroorzaken, kunnen wel invloed hebben op technologie in Nederland, maar zal Nederland niet binnen afzienbare tijd helemaal platleggen. In Canada kon dat bijvoorbeeld gebeuren omdat het een ontzettend groot land is, waar die stroomkabels gigantische afstanden moeten overbruggen en daarom kwetsbaarder zijn voor die zonnestormen. Zeker in Nederland is het risico veel kleiner, omdat bij ons de afstanden kleiner zijn. Dan heb je ook kortere antennes voor die verandering in het aardmagneetveld. Dus minder stroom in het systeem wat schade kan toebrengen. En daarbij komt ook nog dat Nederland op een hele natte bodem staat. En dus alle netwerken heel goed geaard zijn. Dat het risico nog verder verkleint. Kunnen we dan nu gewoon met een gerust hart naar het noorderlicht gaan kijken? Wat mij betreft wel, ja. Oké, nou, dan begint het wachten. Misschien een goed moment voor wat tips voor noorderlichtjagers. Nou ja, je moet een plek zoeken waar je de noorderhorizon goed kan zien. Richting het noorden kijkt. Ja, dus je moet naar het noorden toe vrij uitzicht hebben. En hoe dichter je echt bij het midden van de nacht zit, dus middernacht, of 1 uur 's nachts, dus die buurt, hoe dichter je daarbij zit, hoe groter de kans is dat je het kan zien. Nou ja, weinig lichtvervuiling en onbewolkt natuurlijk. Je moet echt de hemel kunnen zien. De kansen vanavond? Ze zijn heel erg klein. Ik denk dat we of later terug moeten komen of een andere dag als de zonactiviteit groter is. Wat leuk is om te weten is dat je de camera het noorderlicht vaak veel beter ziet dan je blote oog. Dus als jij een foto maakt van de lucht, dan ziet het er vaak indrukwekkender uit dan dat je het daadwerkelijk gezien hebt. Heb jij nog noorderlichtjachtplannen? We hebben de tips even voor je op een rijtje gezet in de omschrijving. Dus ik zou zeggen, succes en tot de volgende.